Goedendag, ik ben Hans Staases, leerkracht elektriciteit. Vandaag ga ik een overbelasting op het net nabootsen. Dus ik heb vandaag twee zekeringen voor u meegebracht. Een van 6 ampère en een van 10 ampère. Ik heb daar twee priesjes op aangebracht. Een op de 6 ampère, een op de 10 ampère. Wel, wat is nu het probleem? Ik ga er een sabiet een slijpschijf op aansluiten. Mijn slijpschijf is 2200 watt. De spanning is 220, zowel op de 6 ampère als op de 10 ampère. Wat is ons probleem? De zekering van 6 ampère, als we dat gaan uitrekenen met de wet van het vermogen, P is U maal I. Dus 220 volt maal 6 ampère is gelijk aan 1320 watt. Dus mijn slijpschijf is 2200 watt, dus de zekering zal springen. We gaan dat natuurlijk uittesten. Ik sluit mijn slijpschijf aan op de 6 ampère. Nu ga ik mijn slijpschijf laten draaien en normaal gezien gaat onze 6 ampère uitschakelen. Heb je gezien hoe rap dat het ging? Direct schakelt ons overbelasting onze zekering uit. Nu gaan we hem een keer aansluiten op de 10 ampère. We gaan nog een keertje nakijken. P is U maal I, dus het vermogen 220 watt. Onze zekering is 10 ampère. Dus 220 maal 10 is gelijk aan 2200 watt. Dus normaal gezien gaat onze zekering het houden. Maar moest ik nu een 10 minuten lang met mijn slijpschijf werken, dan gaat die natuurlijk wel springen. Maar onze zekeringen zijn de dag van vandaag nogal heel omhoog getrokken, dat er in de plaats van 10 ampère eigenlijk 12, 13 ampère kan doorvloeien. We gaan de test doen of dat het werkt. En het werkt natuurlijk. We gaan nog eenmaal een overbelasting vormen op de 6 ampère. Ik zet mijn zekering terug op. Ik schakel hem in en hij gaat weer meteen uitschakelen. Klik en het is uitgeschakeld. Dankjewel voor uw aandacht.